Morning YouTube! Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. En vandaag ben ik echt super blij. En niet alleen vandaag, ik was het gisteren ook. Oh ja? Yep, inderdaad. Nee, ik was bezig natuurlijk met die HD PVR 2, de Gamer Edition Plus, High Tech Talk Definition allemaal. En HD PVR 2 staat er. Plus. Ja, dat staat op de doos. Maar goed, dat is dit apparaat. Daar heb ik nou ook mee opgenomen. Het is echt een super ding. Want zoals jullie zien is het kwaliteit nog beter als gisteren. Beter als dit kan ik hem tot nu toe nog niet krijgen. Maar ik ga er ook niet verder mee rommelen. Want ik ben gewoon bang dat ik gewoon weer ga verpesten. Maar goed, dit is weer allemaal met dank aan Jordi. Ik had nog gezegd tegen Jordi. Jullie, ik zal even vermelden in de videootje vanavond, maar dat werd gisteravond helemaal niks meer. Gisteravond heb ik alleen maar even twee testjes online gegooid. Maar gewoon vandaag is dan de video daarna uiteindelijk online. Zijn naam is Jordi met dubbel Y en dan 95NL. Ik zal hem even in de beeld zetten. 3, 2, 1. Zo, daar is hij. Hey, dat is dat oude clippie, weet je wel. Huppatee. Daar is hij weg. En daar is hij weer. Leuk man. Hey, ja, Jordi, dat is dus zijn Twitternaam. Ik zal zeggen, jongens, twitter allemaal eventjes naar hem. En dan zeg je gewoon hashtag of hackie, wat is het? Een hekje, Team Dief, bedankt of zo. Stuur je even naar hem toe, weet je wel. Dan weet hij ook weer van, oh kijk, weet je. Dan heb hij ook weer zoiets van, ja, wordt wel gewaardeerd ook door iedereen. Oké. Okay. Jordi, nogmaals, hartstikke bedankt. Ja, ik vind ook dat je een heel leuk kanaal heeft gewoon een hele leuke kanaal. Ik zou zeggen, check ook gewoon even zijn kanaal. Ik zal de link wel even in de beschrijving zetten. Weet je, en dan komt het helemaal goed. Oh, die naam kwam wel weg. Zo, nou, dat was wel genoeg, toch? Ja, geloof het wel. Maar goed, heb je zoiets van, Jeff, ik heb helemaal geen Twitter, man! Idioot! Nou, dus dat is ook geen probleem. Ga dan gewoon even naar zijn kanaal. En dan zeg je daar gewoon, hey, pik, dankjewel man, dat je Team Dief even hebt geholpen. Of zo, iets, weet je. Maak er gewoon een leuke tekst van. Jongens, drop hem gewoon allemaal. Gewoon allemaal berichtjes naar hem sturen. Jongens, bedankt. Jordi, bedankt. Nou, dan is Jordi ook blij met al die berichten natuurlijk. Ik kan niet al die berichten eerst nog eens een keer beantwoorden natuurlijk. Maar dat doen we allemaal tegenwoordig. Hè? Ja. Oké, maar goed. Jeff is dus heel erg blij dat ik dan weer gewoon superleuke video's voor je kan maken. En waarom is Jeff nog meer blij? Omdat ik vanavond laat, rond een uur of half tien uur, misschien wel morgen, dat ik dan een video'tje online ga gooien. En dat is dan de nieuwe map packs. Natuurlijk voor Bo 2. En daarin wordt ook een een gamer headset wordt daarin verloot. Dat is natuurlijk weer gesponsord door Xbox Totaal. Nou, Xbox Totaal gaat hoe noem je zo'n ding? Zo'n headset gaat hij dan weggeven. En dat doen ze dan door berichten. Weet je, dus je dropt gewoon even een like en even een berichtje bij mij op mijn kanaal. Dan kom jij gewoon in de loting. Om extra kans te maken kan je natuurlijk ook even via Facebook. Dan ga je gewoon even naar hun kanaal. En dan, dat is dan, even kijken, wat was het ook weer? Xbox Totaal alleen, of het was xboxtotaal.nl. Maar ik geloof dat het Xbox Totaal was. En dan ga je daar naartoe en dan kan je daar even delen, reageren en een like geven. En dan sta je ook gewoon, sta je er niet één, maar twee keer erin. Zo simpel is het. En dat is natuurlijk alleen maar voor jou ook meer voordelen. Ja toch? Niet dan. Ja, wat die nou weer doet, die staat in ieder geval helemaal stil, weet je. Gelukkig lekt het niet of zo, het legt ook niet aan de game, het legt gewoon een poppetje, weet je. Hij staat gewoon in het... doe gewoon niks meer, misschien viel zijn controle wel uit, ik weet het niet, ik heb geen idee. Maar goed, even over de gameplay. Dit is natuurlijk een gameplay op MW3, zoals jullie zien. De map vind ik eigenlijk wel heel erg grappig en heel erg leuk. En ja, vooral als je dan met een met wat teammaten speelt. En je dropt overal van die portable radars neer. En ze zijn eigenlijk wel overal zichtbaar. Mits ze dan geen Assassin gebruiken. Hè? Of even kijken, hoe noem je dat ook weer? Specialist bonus hebben. Dan zijn ze ook niet zichtbaar. Maar goed, voor de rest weet je, als je Sitter hebt unlocked of gewoon mee speelt. Dan hoor je ze ook wel aankomen lopen met jouw nieuwe headset straks waarschijnlijk.
Ik ben allemaal een beetje buiten adem, jongens, van dat snelle praten. En ja, ik ben gewoon zo super blij dat het gewoon nou werkt, weet je wel. En wat het mooie is, ik ga morgenmiddag eventjes met Podina 075. Hè? Die ken je ondertussen ook wel. Ga ik even naar de stad toe. En dan gaan we naar zo'n computerwinkel toe. En dan gaan we eens even kijken voor hem of we daar een computer voor hem kunnen scoren. En ja, dat zou natuurlijk wel heel erg vet zijn, want ik heb ondertussen nou een andere HD-PVR. Nou, deze kan hij overnemen van me. Die oude waar ik normaal mee opneem. Nou, dat is gewoon een heel mooi ding natuurlijk. En het is gewoon allemaal goed en het werkt gewoon goed. Maar ja, dan heb hij ook gewoon een leuk ding om meteen mee goed te gaan beginnen, weet je. In plaats van met een of andere Roxio Capture Card waar ik mee ben begonnen met wat mindere kwaliteit en zo. Maar goed. Ik heb er ook heel veel zin in, zodat ik hem ook een beetje kan helpen. En Podina, je luistert natuurlijk dit verhaaltje wel. En ik zou zeggen, like deze video eventjes voor mij. Ja toch, nee, dat doen jullie allemaal tegenwoordig. En ik zou zeggen ook op de video van vanavond of van morgen, ik weet niet precies wanneer die online komt. Want ik zit nou een beetje in afwachting op de sponsor met het ja-woord dat die online mag. Maar goed, dat is dan waarschijnlijk rond 9:30 vanavond, 10 uur. Dus ik zou zeggen, hou ook gewoon mijn kanaal in de gaten. Volg mij even op Twitter. De link staat natuurlijk rechtsonder in het beeld. Oh, ik zie dat ik hem er nog niet eens heb ingezet. Nou, dat ga ik zo direct ook nog eventjes doen. Hè? Volg mij gewoon op Twitter. Je kan me ook op Facebook kan je me volgen. Volgen noem je dat ook, hè. En dan zet ik ook gewoon mijn video's, ga ik daar naartoe. Ik deel ook wat dingetjes van Xbox Totaal, deel ik ook daarop en zo. En ja, voor de rest doe ik met Facebook niet zo heel veel. Maar goed, omdat er gewoon heel veel tijd gewoon in dit kanaal gewoon gaat zitten, weet je. Om het maken van die video's, je onderwerpen te bedenken. Nu lul ik hem gewoon random in. Maar goed, als ik een onderwerp ga gebruiken, weet je wel, net als toen van Jeff is ook geen liefertje geweest of zo. Ik weet niet eens meer wat die titel was. Maar goed. Weet je, met dat soort verhalen, weet je, dat ik ook een beetje over van vroeger ga praten en weet ik het allemaal. Nou ja, goed, dan gaat er gewoon al tijd in zitten. En ja, ik moet ook gewoon werken, weet je. Ik heb vanmorgen ook ochtenddienst gehad en morgen heb ik nog een ochtenddienst en daarna kan ik wel lekker uitslapen. Dat is dan wel weer een voordeel van mijn ploegendienst, maar een nadeel is dan wel weer dat ik op zondag moet werken. Maar ja, goed, het is dan niet anders, weet je. Het zij zo. Ik heb er nog steeds heel veel plezier in YouTube, maar ook natuurlijk in mijn werk en vooral in mijn vriendin Sam. Oké, ik ga proberen om de game te regelen. Dat is een game van de vorige trailer, dat is die zombie game. Nou, heb je hem nog niet gezien, dan zal ik die ook nog wel even in de beschrijving zetten. Dan maakt het voor jullie ook weer wat makkelijker natuurlijk. Het is een hele vette game, ik heb hem heel eventjes gespeeld. Het is een demootje had ik gespeeld. Het is gewoon heel erg leuk om te doen. En ik denk ook dat ik hem gewoon ga uploaden. Of ik of Sam. Sam, Samantha, weet je, mijn vriendin. Maar ik denk dat ik het wel ga worden. Omdat zij heel weinig tijd heeft. Omdat ze natuurlijk ook nog een eigen bedrijfje heeft. Maar goed, daar ga ik niet al te veel over praten. Ik heb er gewoon zoveel zin in om dat te gaan doen. Ook wil ik wat gaan doen weer met Minecraft. Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar ik weet nog steeds niet wat ik precies wil gaan doen. Ik mag wel op de server bij The Real Kevin. Dat is allemaal geen probleem. Had hij me de vorige keer al aangegeven. En ja, ik moet alleen nog even bedenken wat ik precies ermee ga doen, weet je. Wat ik heb wel het een en ander in gedachten. Maar ja, ik weet niet of dat goed gaat uitpakken. Ik weet niet of het leuk gaat worden. Het is iets, in ieder geval wel wat ik ga doen met subscribers. Mensen die ook gewoon via de PC met een gekochte versie van Minecraft. Hoe noem je dat? Die dat willen gaan doen, weet je. Jef, wat professioneel weer. Ja. Niet dus. Maar goed, voor degene die game ook hebben gekocht, ja, die kan dan gewoon mee gaan spelen, weet je. Maar nogmaals, ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Misschien heb jij wel een heel leuk idee van Jef. Misschien kan je dat en dat doen. Laat het me gewoon rustig weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet deze video te liken, zodat je mij ook een beetje steunt. Want de gameplay zit er alweer bijna op. Lees ook eventjes de beschrijving, jongens, allemaal. Jullie zien het nou ook onder in het beeld knipperen. Xbox Totaal en een code.
En die code is gewoon TeamDief. Nou, die kan je daar gewoon op de website kan je hem invullen. En dan krijg je een beetje korting. Nou, dat heb ik de vorige keer ook al allemaal al verteld, geloof ik zo. Dus bij deze wou ik er een klein beetje een einde aan gaan brouwen. Vergeet natuurlijk niet even te twitten naar Jordi. Zal ik hem daar nog even één keer erin zetten? Komt-ie? Daar is hij. Zo, ik laat hem er nou gewoon eventjes in staan. Vergeet gewoon niet even een berichtje achter te laten bij hem. Volg hem ook gewoon even, desnoods. En check gewoon even zijn kanaal, want hij maakt ook gewoon hele leuke video's, weet je. Ook gewoon van kot en alles. Dus, vandaar. Oké. Vergeet natuurlijk ook niet eventjes te zeggen wat jullie voor serie willen gaan doen of willen gaan zien dan op het kanaal van Minecraft. Niet van het kanaal van Minecraft, maar de game Minecraft op mijn kanaal, Team Dief natuurlijk. De gameplay zit er alweer bij. Ja, zit erop jongens. Ik zou zeggen bedankt weer. Vergeet het duimpje niet en tot later. Ciao.